Ja, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Fien Vermeulen. Ik voetbal hier in de Dames 1. In de spits. Nu zie ik jullie kijken. Mijn god, sterspeler. Ken er helemaal niet. Klopt, ik zit vaak op de bank. Ik sta ook in de spits omdat ik daar de minste schade kan berokkenen voor het team. Dat heeft Ingmar bedacht, onze coach. Ik kan wel heel hard rennen, dus dat scheelt dan altijd een beetje. Maar ja, zonder grappen, dit is natuurlijk wel een voetbalclub. Ik kom hier heel graag. Ik vind het ook leuk zelf aan Hooglanderveen dat er goede spelers spelen en spelers zoals ik. En dat iedereen hier welkom is, toch, Norbert? Ja, dat is wel, ja. Without further ado, onze voorzitter wil ik graag welkom heten. Maar wat een jaar hebben jullie achter de rug, toch, wij eigenlijk? Ja, ja, wie heeft niet een bijzonder jaar achter de rug? En dat geldt natuurlijk ook voor onze club. Corona-jaar, heel veel moeten doen in de organisatie om te reageren op alle veranderingen. Soms versoepelingen, maar vooral ook strengere regels. Ja, uiteindelijk hebben we voor de jeugd, gelukkig omdat we een hele grote jeugdafdeling hebben, nog heel veel kunnen doen omdat ze onderling konden spelen. Maar ja, voor de senioren, dat kan je wel zeggen, een verloren jaar, een verloren seizoen. En dat is wel jammer. Ik ben ook wel heel erg dankbaar dat ze ons zo trouw zijn gebleven. Want er zijn wel heel weinig mensen die de lidmaatschap hebben opgezegd. Dus. En was u daar bang voor, ja, dat dat zou gaan gebeuren? Zeg maar jij, hoor. Wij gaan helemaal goed met Zweden. Nee, ik denk wel dat we hele loyale leden hebben. Dus echt heel erg bang was ik daar niet zo voor. Alleen, ja, het is natuurlijk wel zo, het seizoen was al begonnen. En dat scheelt wel. Als we nu dus de geluiden die we nu horen, ja, dat is toch best wel zorgelijk. Ik hoop niet dat we dat we dan in de start van het seizoen daar weer problemen mee hebben. Dus. Maar daar heb je natuurlijk allemaal plannen op bedacht. Die gaat Norbert allemaal met ons delen vanavond. Maar ja, 75 jaar, ja. Dat vieren we hier vandaag. En dat is toch, ik weet niet of iedereen dat verhaal kent, dus ik dacht misschien wil je er toch nog iets over vertellen. Een bijzonder verhaal hoe deze club ooit gestart is. Nou ja, het is gestart na de oorlog natuurlijk, net na de oorlog. Toen hebben Willem Thomassen en Eef Mulder en Herman Mossink bedacht dat er ook in Hooglanderveen een voetbalvereniging moest komen. Dat hebben ze zo in de maand mei 1946 hebben ze dat bedacht. En toen in 17 juni 1946 is daar dan een vergadering geweest in de kroeg tegenover de kerk. En dat werd begeleid door de meneer pastoor zelf, pastoor Hendricks. En vervolgens is daar het bestuur toegetreden, een bestuur opgezet. En daar was voetbalvereniging Hooglanderveen, toen nog FIOS trouwens. FIOS. Ja, en inmiddels, dat was natuurlijk ook een andere tijd, een andere plek. En we zijn verhuisd. Ja. Het is enorm geworden. Wat zijn de dingen die jij in de afgelopen jaren hebt gezien hier? Ja, we zijn natuurlijk, zeker de eerste 10 jaar zijn we zo'n beetje 100 leden per jaar gegroeid. Tot van een kleine 450 naar zo nu ruim 1500 leden. En vooral zit dat hem daar natuurlijk in de jeugd. Hè. Dus we hebben de grootste jeugdafdeling op dit moment. En dat is, zijn er zo'n 1100 jeugdleden. En daar hebben we dus de afgelopen jaren ook wel veel geluk mee gehad. Omdat we alleen maar onderlinge wedstrijd mochten spelen. Maar ja, omdat we zoveel konden variëren, hadden we toch nog een heel gevarieerd programma voor de jeugd. Dus, en aan het eind kwam de Regio Cup nog voor de jeugd. Dus ik denk dat we voor de jeugd nog een aardig mooi programma hebben kunnen maken in coronatijd. En heb jij dan als voorzitter ook nog eigenlijk in die coronatijd geprobeerd om de senioren er nog een beetje bij te trekken? Om nog een beetje een band te houden met alle teams die je dan helaas niet op de club kon ontmoeten? Ja, nou, dat is best wel moeilijk geweest, want we konden natuurlijk niet zoveel doen. We konden niet de mensen. Dus op het moment dat het kon, en dat is gewoon afgelopen zondag, weekend geweest, dan hebben we ook gelijk, toen het eenmaal kon, ook uitgepakt. Een voetgolf hier georganiseerd voor de senioren teams. En dat was een hele gezellige middag. De catering was helemaal verzorgd. En de drankjes als ouderwets. De biertap doet het ook weer. Nou, dat is toch fijn. Dat is ook belangrijk. Ja. Hey, en dan de vrijwilligers. Want daar draait deze club, zoals vele clubs natuurlijk, op. Maar jij hebt er zelf een heel ingenieus systeem op bedacht, kunnen we wel zeggen, toch? Ja, het is een rechtvaardig systeem. Hè? Dus het is, je moet iets doen voor de club. En als je daartoe bereid bent, dan hoef je geen extra contributie te betalen. Ik ben klaar nog, na vanavond dan.
Ik moet dat even met Frank overleggen. Oké, okay, we zijn hier klaar. Nee, grapje. Okay. Nee. Nee, maar ik vind het wel een goed systeem. Want zo ja, help je mensen toch ook om eigenlijk uiteindelijk een beetje de leuke keuze te maken. En dat is toch om een onderdeel uit te maken van de club. Ja, dat is ook wel wat we zien. Dus mensen net even over de streep worden getrokken van, nou ja, ik wil toch niet die 80 euro extra betalen. Het is weliswaar per gezin, maar dat mensen dan denken, ik ga het toch doen. En dan hoor je de reacties achteraf. Van, er was dan net dat duwtje wat ze nodig hadden van, goh, het is toch wel leuk. Het is weer een hele ander netwerk, andere mensen ontmoeten. Dus ja, dat effect heeft het ook gehad, dat je de mensen een duwtje kan geven. En wij, voor ons is het nu belangrijk dat we die handjes krijgen, want anders kunnen we het voetbal niet betaalbaar houden. En dan zou de club ook niet zijn, wat het natuurlijk vandaag de dag wel is. Daarover gesproken, kijken er natuurlijk ook altijd andere mensen met ons mee. En er zijn een aantal mensen die graag iets tegen jou willen zeggen. Kijk even mee. Oh. De Glazet, Dorps TV voor en door Hooglanderveen.